ja, zijn soms heel bijzonder, ja. Ja. Dutch meat, oké, de Dutch meatballs, have the Dutch meatballs. En het is jammer dat de frikandellen en de kroketten op waren. Soms zijn er mensen die dit nog nooit hebben meegemaakt, denk ik. En dan hebben ze hun bord enorm vol en houden ze niet echt rekening met andere mensen. Nee, ik eet het niet. Hoi, ik ben Romy Egbertsen en ik doe hier de artist management van de crew. En daarboven heb ik mijn familie staan, die alles koken en klaarmaken. Haakballen. Gehaktballen, broodjes, alles uit eigen slagerij ook, al het vlees. En ja, vooral heel veel lol ook samen. En dan hier in die tent backstage bij Douwpop schuifelen de internationale artiesten langs het buffet van Romy. Oh, really? Yes. Okay, cool. We got told to come here at 3. Yeah, I have some bread over here. Hey guys, which band are you from? I'm from Wolfmother. Hard rock. That's it, hard rock and roll. Okay. Yes. You like it here? Oh, it's been amazing. What an amazing festival. En ze hebben het naar hun zin. En ze willen graag die Nederlandse gehaktballen, Dutch meatballs, proberen. Yeah, we're about to experience it. You know? I can let you know as soon as I've experienced it, but yeah, so far it's been amazing. Okay. Yeah. You should try the Dutch meatballs. The Dutch meat. Okay. The Dutch meatballs. Have the Dutch meatballs. Thank you very much. Thank you. Je moet wel weten hoe je met die artiesten omgaat natuurlijk. Ja, ze zijn soms heel bijzonder, ja. Ja. Maar ook aan de andere kant hoor, bij de crew, dat zijn ook zijn allemaal wel gezellige mensen. Het is een leuke dag, toch? Ja, rare dingen meegemaakt. Vertel eens een mooie anekdote. Nou, ooit kwam een rapper Donnie hier. En die was helemaal bezeten van onze lasagne. En, want mijn tante is natuurlijk een klein beetje Italiaans. Dus die lasagne die was echt geweldig. En daar kwam hij echt 10 keer voor terug en helemaal rap gemaakt over onze lasagne. Dus dat was wel leuk. Ja. Wat zijn de leuke dingen? Soms ook wel minder leuke dingen? Ja, een paar jaar geleden ook op Douwpop heb ik snoep over me heen gehad. Was ik heel erg verbrand. Dus toen ben ik geëindigd in het ziekenhuis. Dus dat was echt heel naar. Maar dat is al zo lang geleden. Die kaas is al verjaard. Dus, ja. Wij zijn Pip Blom. Ik ben Darek. En we hebben net gespeeld. Dat is heel leuk. En we gaan zo beentjes kijken. Catering. Ja. Het is jammer dat de frikandellen en de kroketten op waren. De hakballen zijn er nog. Oh, dan moet ik zo even terug. Wacht tot 5:30 geloof ik. 5:30, oké. Okay. Dan weet ik dat. Dankjewel. Dankjewel. Hoor, dat is alles. Wat is er in Holland? Ja, dankjewel. Wat is jouw naam? Kimbe. Hoi, Jasmijn. Trouwens. Romy. Hey, wat is Romy nou voor type? Vertel. Hoe leg je dat uit? Is niet uit te leggen, is echt niet uit te leggen. Heel veel humor. Ze lijkt redelijk cool ook. Ja. Zij kan wel goed presteren in druk. Ja. En weinig onder de indruk van artiesten of dat soort dingen, rare figuren? Nee. Tot ziens. Wat staat er vandaag op menu? We zometeen hebben noedels met kipdij uit eigen slagerij en waarschijnlijk stoofvlees met ook uit eigen slagerij. Dus wij doen ons best. Ja. Het is een beetje goed gemanierd, de mensen die hier komen? Ja, meestal wel. Alleen soms zijn er mensen die dit nog nooit hebben meegemaakt, denk ik. En dan hebben ze hun bord enorm vol en houden ze niet echt rekening met andere mensen. Maar dan zijn wij ervoor om even iets... loop dan maar een tweede keer en dan is het oké. Maar niet alles in één keer. Ja. Ik zag net ook een enorme stapel met boterhammen liggen. Ja, die had iemand die opgegeten. Dat is niet zo netjes inderdaad. Nee. Erg je daaraan dan? Ja, ik vind dat wel zonde, ja. Ja, dus we moeten allemaal betaald worden natuurlijk en zo. Dus dan hebben andere mensen, bijvoorbeeld nu moeten crew mensen hier eten, omdat het net niet uitkomt dan. Ja. Zijn er nou ook nog artiesten die je dan wel tegenkomt backstage en die je bedient, waar je een beetje de kriebels, de zenuwen van krijgt? Of de vlinders? Nee, niet snel. Nee, voor mij is iedereen normaal en als ze aardig doen tegen mij, doe ik aardig terug. Dus dat is helemaal, nee. Ik ben niet zo snel fangirl of zo. Nee. Alle artiesten zijn ook van vlees en bloed. Ja, gewone mensen. Al eten ze niet allemaal vlees. Nee. Who's the boss? Who's the boss? Jij bewaakt de dames van de catering ook. Ja, dat klopt. Okay. Met hart en ziel en met veel spieren. Nou, dat valt wel mee. Ja, ik doe mijn best. Hè. Ja, wat is je taak precies? Om te controleren dat alleen de artiesten binnenkomen. En controleren op de lunchbonnetjes. Zijn er wel eens problemen? Nee, het is altijd rustig hier. En dan zorg dat het rustig is. En zelf een broodje bal af en toe? Nee, ik eet het niet. Nee. Hey.
Als je die sfeer moet omschrijven waarin je nu werkt, hoe doe je dat dan? Chaos, maar wel gezellig chaos. Ja, ja. Het is druk. Ja, het buffet zou nu eigenlijk al lang gesloten zijn, maar ja, we bieden dan service dat mensen toch wat kunnen eten. Dus ja. Het is heel anders dan een gewone job natuurlijk. Ja, dit is wel mijn bijbaan altijd geweest hoor. Hiernaast doe ik ook nog vastgoed en makelaardij, dus dat is heel iets anders. Ja. Je bent gewoon makelaar? Ja, makelaar niet echt, meer projectontwikkelaar. Ja. Ja, dus weet je, ik ben nog in opleiding ook, dus ja. Ja. Wat een verschil, want dit is rock'n'roll. Ja. En ja, de makelaardij, ja. Het vastgoed, dat is een hele andere wereld. Ja, ziek. Klopt. Ja, maar het is wel allebei, je verkoopt allebei wat. En je bent al heel erg met klanten bezig, dus je probeert eigenlijk ook bij de makelaardij. En hier probeer je mensen naar hun zin te maken. En dat vind ik echt het allerbelangrijkste, mensen naar hun zin maken. Ja. Eet smakelijk jongens. Bon appetit.